De perikelen rond grondroof zullen tot het verleden behoren. Alle dubbele gronduitgiften zullen worden teruggedraaid. Dit verklaarde president Chandrika Prasad Santokhi gisteren bij de start van het landelijk woningbouwproject fase 1 aan de Pipripinweg. Het staatshoofd verzekert mensen van hun percelen die zijn afgepakt om niet langer te vrezen dat zij de verliezers zullen zijn. Op kabinet hebben we de volgende beslissingen genomen. Er is een onderzoeksteam sinds maanden. Dat team moet alle zaken onderzoeken. En de president laat een paar dingen direct doen. Minister, deze dingen moeten onmiddellijk teruggedraaid worden. Meneer Gurdjieff staat daar zo. Hij kan zeggen, zijn perceel heeft hij teruggekregen. Teruggedraaid. Alle andere percelen waar er nog een beetje juridisch bekeken wordt, want geven is makkelijk, maar intrekken gaat een beetje moeilijker, want die intrekkersgronden zijn genoemd. Daar heb ik als president beslist en vandaag ga ik 12 presidentiële besluiten tekenen. Al die uitgiften van die gronden, die zullen met een presidentieel besluit opgeschort worden, waardoor ze geen status meer gaan hebben. De president geeft aan dat het voorkomt dat mensen hypotheken gaan vestigen wanneer ze begrijpen dat percelen ingetrokken zullen worden. Zulke praktijken kunnen volgens hem tot roverspraktijken worden gerekend. Snel in wat stichting. Zeer en snel. Pot hypotheek. Guang aan money. En je laat de regering met het probleem zitten. Je laat het volk met het probleem zitten. Dat zijn geen oprechte mensen. Dat zijn geen Surinamers. En min ook bang aan die zitten. Er komt een totale reorganisatie daar bij het ministerie van GBB. Een totale reorganisatie. Binnenkort gaat u merken. Alles zal moeten veranderen. Want ik heb ook de minister laten komen. De minister heeft gezegd, ja maar president, kijk u, ik krijg deze rapporten. Wel, ik heb het hele dossier nodig. En alle rapporten die valselijk zijn opgemaakt door grondinspecteurs, die gaan naar de procureur-generaal. Laat ze daar ter verantwoording geroepen worden. En als ze de bak in moeten, laat ze de bak in gaan. Het staatshoofd stelt dat er ook op politiek vlak gekeken wordt welke politieke consequenties kunnen worden gevorderd. Hij benadrukt dat de illegale praktijken absoluut niet meer zullen worden geaccepteerd.